Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. We moeten even snel de video openen, want we zijn dus in de McDrive. Oh, heel veel bestellen, want we hebben een kater en we hebben honger. Ja. Dus, let's go. Oké, wat willen we allemaal? De middag van het McDonald's bestellen. Hebben jullie die spicy cheeseburger? Jawel. Twee keer? Twee spicy cheeseburgers, ja. Dan twee keer de 6 spicy chicken nuggets. Oh, ik heb zoveel honger. Welke saus zit erbij? Welke saus? Meneer, ketchup, doe maar ketchup. Ketchup? Ketchup om het extra te betalen. Dat is goed. En ketchup, ja. En doe maar zoet-zuur. Barbecue. Ja. En doe maar ook een frietsaus. Een frietsaus, ja. Frietjes? Ja, twee. Twee keer medium friet. Met frietsaus? Ja. Ja. Met frietsaus. Ja. En dan doe maar... Big Mac? Ja. Dan een Big Mac. Drinken? Ja, cola. Klein of medium? Medium sowieso. Medium, ja, ik hoef geen cola. Oh, dan is small. Een kleine cola. En een kleine cola. Ja, en een kleine water. Zullen we die double chili chicken? Ja. En nog één double chili chicken. En nog één double chili chicken erbij. Ja. Dat was hem. Dat was 31,50 voor de restaurant. Oh my god, ik ga helemaal stuk. Oh, je moet die bonnetjes doen. Ja. Kan je twee bannetjes die doen in de bestel? Ja. Nou, we scheelt toch weer een paar euro. Ja. Dankjewel, fijne dag. Zo. Hoeveel? Korting? Nou, een paar euro maar. 4 euro. Ja. Beter dan na. Ja. Oh. Oké, we hebben echt geweldige dingen. Ja. Hoi allemaal. Ik ben met Maggie. Again. En we gaan weer Nederlands praten. Ja, we gaan lekker Q&A doen. Ja. We hebben vragen. Nou, ik ga de vragen lezen. Ja, ja. Jij gaat vragen benoemen. Leuk. En ja. We hebben lekker kater, dus dachten we gaan naar de Mac in. Ik heb lekker mijn auto nu in Amsterdam. Je moet wel eigenlijk wel proberen hierin te kijken. Kijk, ik doe het ook altijd daarheen, maar... Ja? Maar voor de kijkers is het beste als jij hun in de lens aankijkt, in de ogen. Maar ik kijk ook altijd naar mezelf hoor, het is wel heel erg. Fuck, ik ben wel eens waar. Ik heb zoveel zin hierin. Die spicy mac... Oh my god, ik dacht, what the fuck is Bert hier? Nee, Sar. Nee, ik ook. Ik heb die spicy cheeseburger nog nooit op, hè? Ja, ik ook niet. Is het nieuw? Ja, ik ga een TikTok van maken. Oh ja, ik moet ook. Ja. En dan mijn nieuwe TikTok carrière. Ja. Jongens, volg Maggie helemaal op TikTok. It's lovely Maggie. Of eet je ook zo? Weet je niet? Dankjewel. Oh. Ja, dankjewel. Oh, dit is echt cute. Zit mijn water erbij? Ja. Oké. Oh my god. Die friet! Oh my god. Het ruikt gaar. Ja, ik heb kauwgom. Nou. Ik wou... Oh. Lekker. Is echt geweldig. Lekker vers. Ja. Zo warm en very salty. Hoe zeg je dat? Zoutig. Zoutig. Ja. We gaan Nederlands praten, hè? Ja, dat weet ik al. Maar ik heb het niet door als je het niet doet. Omdat ik het soort zo gewend ben. Ja, de eerste 2 uur is het hier gratis, toch? Of zo? Ja, ook 3. Oh. Zo blij dat ik gewoon eindelijk mijn auto heb. Oh, nee. Wat? Een uurtje. Maar... Ja, we gaan dus niet prima. Een uur mag We gaan doen. Hier niet uren. Die is klaar in... 10 minuten. Oké, waar is het goed? Nee. Ik ben zo lang niet bij de McDrive geweest. Ja. Echt, what the fuck. Dat is gewoon niet oké. Wat een perfecte drive. Ik ga even kijken of het licht goed is. Nou... Oh, daar gaan we. We hebben ook gewoon een hele tas. Ja. Oké, moet ook een thumbnail? Ja. Oh ja. Dat is één. Dit werkt niet. Kijk. Hou jij even wat dingen vast? We hebben echt Ik moet nu eten. Ik ook, oké. Ja, nou, helemaal leuk. Oké. Werkt niet. Oké, wat hebben we? Friet, een Big Mac. Oh, dit is double spicy cheesy.
Double chili chicken. Double chili chicken. En this is the spicy McChicken. Of spicy burger. Wat is dit eigenlijk? Spicy cheeseburger. Spicy cheeseburger. Alle spicy vindt Maggie lekker dus. Ja, ik hou van sriracha mayo. Ja. Oh. De sausjes. Van ketchup moet je bijbetalen. Ja, boeien me niet. Ik wil gewoon ketchup. Heb je hem nodig? Je kunt hem nodig. Oh my god. Dan zijn we er. Ik ga altijd beginnen met friet. Nee. Ja, ik wel. Ja? Ja. Ik wil ook die frietsaus. Dit gaat helemaal goed. Oh, het ruikt zo lekker allemaal. Ik kan deze frietsaus drinken. Ja? Ja. Dus geen frietsaus in Italië? Nee, hè? Alleen in Nederland? Ja. Heel grappig. Oh. Ja. Maar elke McDonald's in elke land is anders. Ja. Ja. We hebben ook een toasty in Italië. Je hebt geen toasty hier. Nee. Nederland is the land of toasty. Ja. Ja. Wat hebben ze in Italië allemaal dan? Crispy Mac bacon. Je hebt dat niet hier voor ja. Alles is signature, like burgers. Die wel, gewoon Big Mac. Nee, meer like van like, hoe zeg je dat? Meer healthy versions of the burgers. Zo lekker. Ik heb dit zo lang niet op. Ja, ik ook. Oh. Met wat voor saus eet je friet daar dan? Ja, ketchup. Ja? Oh nee, dat zou echt niet mijn vibe zijn. Mijn hele leven ketchup met kipnuggets en friet. Ja. Maar sinds je in Nederland ben, niet. Ja, ook. Oh. En dit? Ja. Maar ik vind dit niet lekker met kipnuggets. Dat vind ik het lekkerst. Ja? Ja. Dat vind ik echt het lekkerst. Die tas! Gaan we vragen doen? Ja. Gaan we een kipnuggetje eten? Want ik vind het niet goed. Oh, de spicy chicken nuggets. Die heb ik echt gemist. Long time. Deze zijn het lekkerste ooit. Ja? Oh my god, ze zijn zo rood. Like spicy. Ja. Ja, echt spicy, wow. Ja? Niet verwacht. Oh. Heb je dat nog nooit op? Nee. Nee? Niet spicy. Ik vind het wel spicy, hoor. Ze zijn zo crunchy ook. Ja. Kan je dat zien? Ah. Meer dan normale kipnuggets. Ja. Toch? Maar ze kunnen echt wel zacht zijn. Ja. Mm-mm. Lekker. Ja, heel lekker. Ik wil dan gewoon eigenlijk het liefst nog een saus. Oké. Okay. Ja. Eerste vraag. Ja. Of wie was je eerste celebrity crush? Oh. Justin Bieber, denk. Ja? Volgens mij, voor mij. Ja? Heb jij Twilight gezien? Ja. De movie. Ja. Jacob van Twilight. Ja. Oh. Ja, maar nu? Hij is helemaal veranderd. Gone. Ik heb mijn frietje laten vallen. Nou ja, dat pak ze wel op. Ja, maar ik heb niet echt celebrity crush, denk ik. Nu niet? Wel. Ik vind Henry Cavill. Ja, maar ik heb dat nooit echt heel erg gehad of zo. Nee, nee, echt niet. Boeit mij gewoon niet. Nou, ik vind ook Tom Holland fucking hot. Ja. Die ben ik ook van Spider-Man. Maar ik heb nooit echt dat ik denk van, nou, ik vind het, ja, ik weet niet, het boeit mij gewoon niet zoveel of zo. Wauw, oké. Ja. Als je geen eigen naam moet kiezen, wat zou die zijn en waarom? Ik vind mijn eigen naam op zich wel leuk. Ja. Jij? Ja, Margarita is best lang. Ja. Maar heb je jezelf Maggie genoemd of je ouders ook? Mijn ouders. Oh, dat is eigenlijk een beetje als roepnaam. Ik vind Emma ook leuk voor mij. It fits Emma sleept. Maar ik weet niet of ik mijn naam zou willen veranderen. Zou jij het willen veranderen bij jezelf? Ja. Ja? Maar ja. Emma. Ja. Nou, ik vind ook wel een Emma. Maar ik vind jou ik ben echt een Maggie nu. Ja. Je bent echt een It's Lovely Maggie. Ja. Represent. Oké. Okay. Wat is de raarste dat je bij je bed bewaart? Wat is dat? Gewoon, wat is het raarste wat je bij je bed hebt? Bijvoorbeeld een dildo. Bed. Oh, Thomas. Ja. De vriend. Oh. Ik ga stuk. Nee. Ik heb niet heel raar. Ja.
Gaan we deze proberen? Ja, we gaan deze proberen. Oké, dit is taste test. Taste test van de spicy cheesy cheeseburger. Spicy cheeseburger. Van de Mackie. Ziet er zo goed uit. Ik heb dit nog nooit een normale cheesy, maar met spicy mayo. Nee. Gewoon een cheeseburger met sriracha mayo. Oh, nou, cheers. Nou, cheers. Ik denk dat dit mijn nieuwe fave is, hoop ik. De cheeseburger vibe is een beetje weg. Ja, en zit er kaas in de saus? Oh. Nee. Jawel. Ik denk dat het gewoon die kaas is. Nee. Oh, het is wel spicy. Ja. Nee, ik vind hem wel lekker hoor. Maar ik vind een normale cheeseburger misschien wel lekkerder. Ja, ik wel. Die zijn veel van mij. Ja. Van dit. Oeh, wel spicy. Ik weet het niet. Ja. Ik vind hem wel lekker, maar ik weet niet of ik hem nog een keer zou bestellen hoor. Nee. Zo. Ja, maar. Spicy man. Ja. Wat is er dan in jouw bed? Lui. Die knuffel. Nou, nee. Je manager. Ja, inderdaad. Mijn manager. Ja. Het is niet heel gewoonlijk om je met je manager in bed te liggen, maar toch gebeurt het. Ja. Oh, volgende vraag. Ik knap meteen op van dit eten. Ja. Voel me meteen goed. Dit is fucking spicy voor mij. Huh? Ja. Maar dat is echt heel raar, want ik vind die kipnugget spicy. En die maar kijk, peppers. Ik heb dat zo. Niet. Zie je het? Hier. Doe je hem eens open? Ik heb dat helemaal ja, niet. Ja, kijk. Ja. Nou, wat raar. Hier, proef deze. Huh? Ik hou van spicy dingen. Ja, jij kan heel goed tegen spicy. Ja, dat is meer spicy dan. Hoe kan dat nou weer? Is dat ook een spicy dan? Ja. Ik heb liever een normale cheeseburger. Ja. Veel. Het is niet... Nee. Maar ja. Deze is lekker. Ja, we hebben het in ieder geval geprobeerd. Dus ja. Wat is je go-to film wanneer je slechte dagen hebt? Oh. Ik heb meer Gossip Girl, een serie. Oeh. Ik ben niet... Ik heb Friends. Ja. Friends is... Ja. Mijn moed is al... Ja. Was toen een dag een beetje ziek. Weet je nog, toen was ik heel duizelig en zo. Oh. Toen ging ik ook Friends kijken. Want ik was helemaal een soort verdrietig en zo. Want ik voelde me gewoon kut. Friends is de best. En toen ging ik dat kijken en toen voelde ik me gewoon weer helemaal blij. Gewoon. Friends is zo nice. Oké. Volgende. Hoe ziet jouw team? Zo? Ultima? Vakantie eruit. Voor mij is het een beetje een combinatie van wel leuke dingen doen, chillen, lekker zon, ja. Lekker eten. Ik wil niet alleen maar chillen. Ik wil wel ook een beetje leuke dingen doen, zeg maar. Ja, ik ook. Of in activiteiten, zeg maar. Ja, uit te gaan. Oh ja. Clubbing, daar, it's a must. Ja, maar zou je gaan met Thomas dan niet, toch? Meer gewoon drankjes. Nee, out met onze twee. Nee, je gaat niet samen met z'n tweeën uit. Nee, ik denk het is wel nice, maar Thomas niet. Hij wil niet. Ja, ja maar het is een beetje boring. Het mij. Is leuker, dat is gewoon een feit om met z'n tweeën uit te gaan. Ja. Maar meer voor drankjes. Met drankjes doen. Ja. En dan get drunk. Gisteren. Nou, echt dronken. Maggie stond gewoon in de badkamer en ze viel gewoon om. Weet je dat niet meer? Nee, ik heb helemaal vergeten. Je zat echt zo in de was haar. Wow, Saar, ik moet me echt vasthouden. En oh bam, viel je. Nee. Oh, embarrassing. Nee, joh. Heb je mij wel eens gezien? De laatste tijd, ik was zo dronk. Ja. Dat was met jou. Naar de supper. In september. Ja, dat kan echt niet. Vorige jaar. Dus, ja. Dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Nee. Dat gaan we... Oh, ik vind deze zo lekker, die spicy. Ja, die... Die spicy chicken nuggets promoted. Hoe zeg je dat? Ik ben fan. De burger is niet de spicy cheeseburger. Spicy cheeseburger is niet. Wat wil deze proberen? Deze is veel meer crunchy. Ja. Dat is zo lekker. En dit is wel dikker. Normale dingen. We gaan deze openen. Ja. Double chili chicken. Vind jij chili chicken lekker? Ik heb het nooit proberen. Met chili saus? Nee. Het is gewoon dubbele kip. Veel. Heel veel kip. Wel lekker. Niet spicy? Nee, niet spicy. Zo nice. Maar mijn mond is nog een beetje... Van de dingen? Van, ja, een beetje in de spice. Ik moet het de Big Mac doen. Eerst ja. En dan dit. Okay.
Het wordt een beetje droog door zoveel kip. Ja. Dit is ook, kijk. Er zit saus alleen hier. Ja. Niet hier. Of in between. Nou, what the fuck is dit? Ja. Het is wel lekker. Misschien moet je een beetje saus erbij dippen of zo. Ketchup. Ja, dit is gewoon de all-time fave. Ja. Een Big Mac. Oh. Die saus, dat maakt het wel echt. In Abu Dhabi, they have a Big Mac saus as fish saus. Nee. Ja. Ja, vertel even over dat je in Abu Dhabi hebt gewoond. Dat vinden mensen nog wel interessant. Ja, mijn vader is een helikopterpiloot. Zeg je dat? Mm-hmm. Ah, ja. Dus ik heb daar verhuisd. Verhuisd? Ja. Wanneer ik ben 14 ja. tot 18. En dan... 4 jaar gewoond. Ja. En hoe voel je het in Abu Dhabi? Het is leuk voor een vakantie, voor één week, maar niet 3 jaar op daar te leven. Nee. Ja. Had jij een cultuurshock of is het... Ja, ja. Heel veel. Sneeuwt het nou? Nee. What is this weer in Amsterdam, alsjeblieft? Nee. Oh, die Big Mac. Nou, wat is je favoriete kamer bij jou thuis? Ik heb maar 1 kamer. Hey. Wat is het liedje? Before I say it? Song. Nou, oké. Okay. Wat is your go-to guilty pleasure liedje? Guilty pleasure liedje? Wat is dat? Ja, dit is eigenlijk gewoon een soort all-time favorite of zo. Ja, doe maar dat. Ik heb heel veel. Welke is mijn favoriete? Zo, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik heb gewoon heel veel liedjes, maar ik kan nu niet even opdoen. Maar gewoon waar ik heel blij van word. Nu? Ja. Mijn favoriete liedje is Kulosa. Oh ja, ja, ja. Ik vind dat zo nice. Die zei je gisteren op. Ja. Mm-mm. Ik vind de normale chili chicken lekkerder aan. Ja? Die dubbel hoeft niet. Nee, het is zo dik en niet veel saus het in. Het is te dubbel. Nee. Yeah, yo. Spicy. Pittig. Nee, we gaan niet naar pittig doen. Ik heb nog nooit. Is that never have I ever? Mm-hmm. Nou, ik heb nog nooit een tattoo gehaagd. Gehad. Wauw. Nou, ik heb 3 tattoos. Ja, yeah. Ik ken niet. Sadly. Ik heb nog nooit iemand laten zitten op een date. Nee, ik ook niet. Maar ik heb ook... Heb jij veel gedate? Nee. Ik ook niet. Ik heb nooit echt veel... Nee, in Italië alleen heb je relaties, niet date. Nee. Ja, weet ik. Maybe this is not for your YouTube. Oh. Nee, maar niet date. Nee. Alleen met Thomas, volgens mij. Ja. Dus mijn eerste jongen zei, oké, ga date doen. Ja. Oh. Ik heb dat ook met Stan. Ik heb daarvoor nooit echt gedate, echt. Want ik ging uit eten of zo. Maar ja, voor Stan was ik 18. Dus op je 18e ga je ook niet echt daten of zo. 18? Oh ja, jij bent jonger, hè? Maar nou, ik was 19 toen we een relatie kregen. Maar ik heb nog nooit een boete gekregen voor te hard rijden. Nee. Niet voor te hard rijden. Ik heb geen idee. Was het nou voor... Waar was het nou voor? Rood. Oh ja, door rood. Maar het was niet door rood. Ik heb nog nooit iemand anders tandenborstel gebruikt. Jou. Ja. En van Thomas en Soes. Ja. Bij jou. Ja. Ik heb ook wel eens... En Thomas. Volgens ik mij... Ik vind het niet zo moeilijk, hoor. Nee. Zeg maar, van mensen die dichtbij me staan vind ik niet erg. Maar stel ik zo bijvoorbeeld van een random iemand, dan niet. Ja. Maar gewoon van vriendinnen of als je gewoon een beetje schoonmaakt... Nou, vind ik wel prima. Ja, ik ook. Ik ben nog nooit uit een club gestuurd. Ik ben volgens mij nog niet uit een club gestuurd. Nee, ik ook niet. Nou, jawel. Toen ik jong was, was ik 16. En toen ging ik uit. En dan had je zeg maar eens een bandje om van een 16-jarige. Ja. Maar, want dan konden ze zeg maar zien als jij met drinken in je hand staat. Ja. Want als je dan drinken had, dan dat mocht natuurlijk niet, want je was 16. Oh. Dus ik was aan het drinken. Ik had gewoon een drank, gewoon vodka cola of zo, weet ik veel. Of een wijntje, echt geen idee meer. Ja, maar dus toen zag zo'n bewaker daar dat ik met dat bandje was ik gewoon aan het drinken. Oh. En van iemand gekregen. En toen zei hij, ja, daaruit! Oh. Dus toen was ik uit. Zo! Nou, ik ben... Dus ik zeg, je weet toch niet dat hier alcohol in zit? Sorry. Echt, ik hoef het niet te horen. Nee, want zeg maar, mixdrank was in een glas. En anders kreeg je gewoon een flesje met een rietje. Zeg maar, een cola. Dus, nou... Ik heb nog nooit overgegeven op een vriend of iemand anders. Dus op iemand gekotst. Nee. Oh mijn god, nee. Op iemand? Ja. Nee. Zit hier nog saus in? Ik ook niet op iemand hoor. Maar wel waar mensen bij waren, maar niet op. Oh ja. Wat? Niet op iemand, maar bij zijn mij waren ook. Ja.
Oude Nieuw. Eerste Oude Nieuw met Thomas en die friendgroep. Ja. Op die bank. Nee. Of iemand. Ja. Heb jij dat gedaan? Ja. Ja, wel echt gewoon met openbaar. Ik heb dan nooit mijn ouders betrapt toen ze seks hadden. Dat zei... Ja? Dat lijkt me zo awkward. Ja, maar... Er was een tijd in... Nog steeds in Rome. Ja. Daar... Oh, nou, hij heeft dus die gouden zin. Ja. Mijn huis was under construction. Hoe zeg je dat? Een verbouwing. Ja, verbouwing in mijn huis. En dus... We hebben geen deurs in mijn huis. Dus mijn parents... Mijn ouders dachten dat ik was wel slapen, maar niet. Dus ja. Oh. Oh, ik ben vol. Ik ook heel erg. Maar alleen dit is laatste bite. En we zijn klaar. 1, 2, 3. Lekker een shotje. Ja, hoppa. Heel die auto is beslagen. Even lekker wel een colaatje toch wel. Je doet like cola. Nee, maar... Niet? Ja, ik hou gewoon niet van frisdrank. Dat is toch... Ik vind frisdrank gewoon echt niet lekker. Maar ik denk dat het komt omdat ik er niet mee ben opgegroeid. Ja? Wij hadden dat thuis nooit. We hadden alleen limonade en zo, dus ik... Dat is typical Dutch, hè? Ja? Limonade. Ja. Heb je dat niet... Nee. Is een nieuwe ding. Lijkt voor mij is een nieuwe ding. Oh, wat grappig. De limonade met water. Ja. Vind je dat lekker? Nee. Nee? Alleen met de elderfruitsiroop. Ja. Maar het is al fucking zoet. Ach, ik vind dat zo lekker. Ja, jij kan dat wel echt drinken. Nee, ik drink het nooit, maar limonade was echt mijn shit. En verder, ja, hou ik gewoon niet zo van frisdrank, nee. Ik hou ook niet van vodka cola, vodka Fanta. Oh, vodka cola. Ik hou van vodka cola. Elke tijd in de club. Vodka cola, alsjeblieft. Ja, nee, niet voor mij. Nou, dit was alweer de video. Wij hebben heerlijk gevroten, zoals altijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. Even weer lekker mukbangen, heerlijk. Als we het vaker moeten doen, laat me weten. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way.